moeten we nou nog wachten, Johnny? Ja, ik wil zwemmen. Momentje, ze kunnen zo komen. Ik wil ook mee naar het strand. Je gaat mee, Kees. Dat heb ik je toch uitgelegd? Je krijgt zo dadelijk van de politie een bandje om je enkels. Henkie hier haalt het er gewoon weer af en je gaat met ons mee. Simpel. Ik dacht dat Kees de cel in moest. Vanwege die gluurpartij bij de tennisclub. Dat moet hij ook. Alleen alle cellen zitten vol. Daarom krijgt hij huisarrest. Huisarrest? Waar is opa eigenlijk? Oh, die heb ik vanochtend al in de auto gezet. Want die vergeet je anders zo makkelijk, hè? Net als de vorige keer toen de vloed opkwam. Hallo, is Kees binnen? Wat moet dat dan weer voorstellen? Dat is een elektronisch zendertje, mevrouw. Kijk, eigenlijk had u zo'n 3 maanden de cel ingemoeten, maar in overleg met de heer Van Kooten hier mag hij lekker thuis bij zijn moedertje blijven. Is dat een idee van jou, Sjaki? Ja, ik blijf van mening dat celstraf in het geval van Kees een averechts effect kan hebben. Het rauwe gevangenisleven heeft vaak een ontwrichtende werking. Ja, op je kaak, op je nek, op je knieschijven. En nu kan Kees in de vertrouwde omgeving van zijn eigen familie nadenken over zijn fouten. Ja, hij mag de boot opblazen. We gaan vandaag naar het strand. Ja, dat kan natuurlijk niet. Kees heeft huisarrest. Hij mag het huis niet verlaten. Is maar niks van verteld. Johnny? Ja, Kees zal thuis moeten blijven, maar dat is nou huisarrest. Ja, kijk. En dit verklikkertje gaat uw zoon de komende week in de gaten houden. Loopt u even mee? Hij met de ketting leggen of zo. Ha, is dat maar waar. Ze leggen tegenwoordig liever criminelen in de watten. En het is al zo warm. Kijk. Dit zinnetje rond zijn enkel, dat geeft signalen door aan dit kastje. Kees heeft volledige vrijheid van beweging, hoor. Hij kan het hele huis doorlopen. Ja, maar niet verder dan 10 meter bij het kastje vandaan, hè? Oh, nee? Nee, want dan heb je nog maar een paar seconden de tijd om heel snel terug te stappen. Want anders? Anders krijg je een mooie opdoffer. Een elektromagnetische reprimande. Maar dat is meer een soort van waarschuwing. Mensen willen nog wel eens hun eigen grenzen vergeten. Even demonstreren. Nee. Ja, graag. Ik begrijp er nog niks van. Mooi. Nee. Dan doen we even dat Vicky hier de ondeugende boef speelt. Hé? Zo. Zeg, die achtertuin van jullie, hoe diep is die? Een metertje of 20? Ja. Mooi. Bal, 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 bal. 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Duidelijk zo. Je hebt dus krap 10 seconden als je in het zwembad wil pissen, Kees. Dat ding doet het goed. Is hij nou dood? Nee, dat niet, mevrouw. Maar u zult de komende dagen de hondenbrokken wel even moeten fijnprakken. Oh ja, dat enkelbandje doorknippen, dat heeft geen enkele zin. Dat kastje in de gang staat in constante verbinding met het hoofdbureau. 1 verdacht signaal en uw zoon kan alsnog 3 maanden de cel in. Zeg maar, dat met die elektrische schok, dat was toch eerst niet? Eerst hadden jullie toch van die gewone bandjes? Ja, dat klopt. Dit is een nieuw model. Ach, het oude systeem was waardeloos. Een kleuter kon dat nog loskoppelen. Daarom wilden ze het project ook stoppen. Maar ik ben me blijven inzetten voor huisarrest. Dus dankzij mijn inspanningen kan Kees nu gewoon thuis blijven. Je wordt bedankt, Sjaki. Heb ik hem de hele dag over de vloer. En die dingen hebben jullie niet in het roze? Ik vind ze zo lelijk. Ja, meid. Het leven is vreed. Sorry, ik wist niet dat jullie vandaag naar het strand zouden gaan. Misschien dat jullie Kees willen steunen en vandaag een keer thuis blijven. Ik zal er eens over nadenken. Dag, Sjaki. Wat lult hij nou? Bij thuis blijven? Mooi niet. Nou, ik zeg toch ook net tegen Sjaki dat ik er even over zal nadenken.
Nou, ik heb er even over nagedacht. Ja? We gaan toch maar naar het strand. Hé, hey Henkie. Jullie zouden toch dat bandje eraf halen? Je hebt het gehoord, Kees. Het is een nieuw model. Gaat dus niet lukken. Jammer. We hebben nou wel meer ruimte zo zonder Kees en Whisky. Dat is dus weer een meevaller. Hey Kees, sorry. Volgende keer beter. Let je goed op het huis. Denk eraan Kees, niet meer dan 10 meter. Hé, hey, vuile viespuik, hè? Ja, rare aap. Oppassen jullie, anders roep ik Johnny. Oh, je bedoelt Patser in roze wagen? Nou, die is echt net de straat uit. Hij komt zo weer terug. Hoezo, kan je het niet alleen af? Ben je soms bang? Joch, die vent is scheitenbang. Hij heeft helemaal geen ballen, hè? Nee, maar wij wel. Ja. Kan joh! Hier kerel, hup! Oké. Wat doe je nou man? Kom op nou, rijden! Is die motor? Is dit een los contact ofzo? Oké, kom. Snel, weg, 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 snel! Een los contactje zei je toch? Maar je hebt hem geëlektrocuteerd. Goed, we moeten hier weg, snel. Kom. Ja. Goeiedag, jongen. Gefeliciteerd. Is je moeder thuis? Nee. Iedereen is weg. We hebben niets nodig. Haha, nee. Dit is een verrassing. Vanwege onze weergaloze winkelweek hebben wij 1 familie uitgeloot die voor 3 minuten mag winkelen in ons mobiel winkelcentrum, waar een ruime keur aan levensmiddelen voorhanden is. Ik zeg toch, ma is niet thuis. Haha, u wilt natuurlijk weten wat wij voor u in petto hebben. Komt u maar eens mee. De notaris heeft uit een grote beker enkele adressen getrokken. En 1 daarvan bleek dat van jullie te zijn. Het is dat de notaris de loting zelf heeft verricht, maar anders had ik het ook niet geloofd. Het is misschien niet te geloven, maar onze huis-aan-huis-service bestaat nu alweer 10 jaar. Ja, ja, 10 jaar. Regen, wind of zonneschijn, voor al uw boodschappen moet u bij Van Putten zijn. Goed, dan komt nu het moment waarop iedereen heeft gewacht. Bent u klaar? Ik wil weer naar binnen. U mag vanwege het jubileum 3 minuten winkelen in ons mobiel winkelcentrum. 3 minuten. En alles wat u in die 3 minuten in uw winkelmandje stopt, is gratis. Voor u.
Ik heb maar een paar seconden. Nee, nee, u mag 3 minuten winkelen en dan kunt u een heleboel meenemen. Gelooft u mij maar. Ik denk alleen al maar eens aan die fantastische tropische krabsoep. De panda bamboeschuiten of dat verrukkelijke Japanse kersensap. U mag het allemaal meenemen en u krijgt 3 minuten. Goed. Bent u klaar? Dan gaan de 3 minuten nu in. Ik ben heel benieuwd wat u in die 3 minuten... Wacht, ik had toch gezegd 3 minuten? Hallo? Kijk, Putte, kijk. Dankje, Kauger. De klant wil dus duidelijk maar 1 product. Is dat hier de boodschap? Gaat u zich nu specialiseren in kauwgom en snoepgoed? Betekent dit dat een breed gesorteerd assortiment iets van het verleden is? Voor Johnny. We hadden afgesproken vandaag. Johnny is weg. Kom binnen. Hé? Hij wist toch dat we vandaag zouden gaan? Ik zal mijn vriendin ook meenemen. We zouden met z'n drieën naar het Naakstrand gaan. Ik had er net zo'n zin in. Ik heb het. We gaan die broer van jou lekker jaloers maken. Kom mee. Cindy, Johnny is weer eens niet thuis. Dus we nemen zijn broer maar mee. Kom je nou nog? Dit is Cindy. Ze houdt van massages. En jij mag er zo in wrijven. Ik kan niet mee. Hoezo kun je niet mee? Heb je een rare ziekte of zo? Nee, nee, ik heb arrest. Kijk maar. Ik kan niet weg. Ik wil wel, maar ik mag het niet. Hij is bang voor meisjes. Nee, nee. Nee, niet weggaan. Blijf. Ik ben achter een tuin met een zwembad. Daar kunnen we dood doen. Alsjeblieft, blijf. Alsjeblieft, blijf. Hallo, ik ben Art. Dit is mijn maat Raymond. Wij komen voor Johnny. Johnny is weg. Ze zijn allemaal naar het strand. We hebben niets nodig. Ho, 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 ho. Sorry. Daar neem ik geen genoegen mee. Ik heb nou lang genoeg gewacht. Johnny is ons nog heel wat schuldig. Wat dan? Poekebonnen. Nou goed. Hij is me nog zoveel geld schuldig dat ik er misselijk van word. Elke keer heeft die joker een ander smoes. Maar ik wil nu geld zien, begrepen, hè? We hebben geen geld. Wacht eens, wacht eens, wacht eens. Kun je eigenlijk goed opschieten met Johnny? Ja, Johnny is mijn grote broer. We hebben altijd veel lol. Mooi. Dus hij zou het al heel erg vinden als jij er niet meer was. Heel erg. Daar zou hij niet meer overheen komen. Hoeveel denk je dat hij daarvoor over heeft? Hoe bedoel jij? Hé, hey, jij gaat met ons mee. Johnny mag betalen en anders sturen we je kleine stukjes terug. Nee, nee, nee. Hé, hey, hou je gerustig. Nee, help, help. Waar gaan we naartoe? Foei, net op tijd. Nou, dat geld dat komt een andere keer wel. Ik zou nu wel eens mogen waarschuwen voor de broer van hem. Zei jij niet dat het zo'n zacht ei was? Thank you.
De schuld geven, hè? Nee, jij hebt dat vaasje kapot gemaakt. Ragebol. Wat is dat nou weer? Wat heb je daar? Hey, is dat niet... Oh, nee, shit. Whisky, hier blijven! Koopten. Wat? De politiemeldkamer? Ontsnapt? Nee, dat geloof ik niet. Kees zou nooit... Ik kan het me niet voorstellen dat hij zomaar is weggelopen. Nee! Liggen blijven. Liggen. Niet die foto's. Dat zijn onze kleinkinderen. Nou, dan had je ze ook maar niet in van die zilveren lijstjes moeten stoppen. Eigen schuld. Hé? Hebben jullie er ook al zo eentje? Goed. Het was het wel zo'n beetje. Zeg, ik ga er vandoor. Bedankt voor het lenen van je auto. Ellendig dief. Maar Jan weet je te vinden. Hij weet nu hoe je eruit ziet. Is dat zo? Whisky. 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 Opgerot, dronken lap. Shit. Hij heeft... Hij heeft al onze mooie lijstjes meegenomen. Dat is nog eens een moedige jongeman. Zag je dat? Hij ging er meteen achteraan. Bel de politie. Hé, heb jij je telefoon bij je? Had je daar net niet even kunnen bellen? Dat was niet zo moeilijk, hè? Een groene wagen met een jonge man op het dak. Was het altijd maar zo simpel. Hé, hey. Hallo,
Je kan nou maar naar beneden komen, hoor. Ach, het is onze ontsnapte boef. We zitten altijd met zo'n simpeltje, jongen, jongen. Allemachtig, het is wel een eind lopen vanaf het strand, Johnny. Ja, maar van wie was het schitterende idee om de auto te parkeren op dat weilandje? Dat was een prima plek, er stond niemand. Nee, maar er stond dus wel een bord. Ja, pas op, loopt onder water bij vloed. Ja, lach maar. Maar ik kan de hele week weer gaan bellen met de Belgische kustwacht of er ergens een roze auto is aangespoeld. Waar is opa eigenlijk? De laatste keer dat ik hem zag, zat hij achterop op de auto. Luister nou eens, ik sta voor die strand en zorg jullie zouden voor de rest zorgen. Waarom moeten wij ook overal voor zorgen? Ik ben een dagje uit. Wel een gelukkig, Johnny. Ja, en het is? We hebben zijn banden vanochtend extra opgepompt. Mooi, die blijft dan dus drijven. Sjaki, wat doet Kees hier? Ik heb goed nieuws. Terwijl u weg was, heeft Kees eigenhandig een inbraak verijdeld en de arrestatie mogelijk gemaakt van een gevaarlijke boef. Daarom is hij vrijgesproken. Hij heeft geen huisarrest meer. Zo. Agentje gespeeld, Kees? Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn. Ik wil nooit meer alleen thuis blijven. Nou, voorlopig gaan we ook nergens meer naartoe. Moet ik helpen sjouwen? Nee, Kees, dit lukt me wel. Jij mag de auto ophalen. Die zijn we vergeten mee te nemen bij het strand. Wat? Mag ik in de auto rijden? Waar staat hij? Kan niet missen, Kees. Bij het strand, daar. Het is heel sportief van je, Johnny. Je kan inderdaad trots zijn op zo'n broer. Ja, dat ben ik ook. Vooral als hij die auto weet te vinden. GELACH